Als het niet lukt, als het niet lukt, is het nieuw starten. Ah, right, jongens. Heel veel succes. Ik heb drie hier succes. Yo. Succes, man. Verdedigen, Niels. What the fuck? Ik zag mij, ik had gewoon zoveel betere stad dat ik gewoon naast zat meteen. Moest ik zo ver komen? Ah, ik sta niet ver meteen zesde, dus. Liefdeskusje, Niels. Daan, prima startje gehad, denk ik. Zeker. Oh, nee. Lekker polis. Oh, ik wou zeggen, ik heb niks meegekregen. Of had je wel iemand horen schreeuwen? Oh. Ik ben bijna geen kral af. Dat ja. Probeer alleen maar te sturen met gas, weet je wel. En dan. Oh, af en toe kom je dan net tekort. Fucking hell.
Sorry. Nick Martinez, dankjewel voor die resub. Gonna take some time to do the things we never
Jezus, wat een geluid van. What the fuck is dat, joh? Volgens mij nog nooit zo stil geweest tijdens een race. Goed praatje, hè? Ik heb het hard nodig. Ik wou net zeggen, same hier, hoor. Nog maar 20 rondjes, jongens. Was op het laatst. Hè? Huh? Dat was op het laatst. Nog naar rechts. Voor mij? Ja. Je wilt toch nog wel mee? Ja, maar... Mag je wel redelijk laat uit, maar ik... Ey! Ik probeer juist niet zo min mogelijk tegen te sturen. Nou, geen probleem. Moet je hier eigenlijk ook bij tanken of gaat het gewoon, is het gewoon alleen op één tank? Je moet de pitstop binnenkomt. Ja, je moet banden kiezen. En dan moet je kiezen hoeveel liter je er nog bij wil. Op elk moment kan je stop drukken en dan rij je meteen de pits uit. Dus hoe meer benzine je erin doet, hoe meer tijd je kwijt bent. Maar ja, je hebt het wel nodig natuurlijk. Ik merk nu al dat soms ook een bandje zit. Mijn banden beginnen namelijk aardig te slijten nu. Ja, dit is wel een beetje het punt. Rijden jullie allemaal op hard of? Ik rij op supersoft. Ik rij op supersoft. Chris? Yep. Rij je op hard? Oh my god, man. Ik rij op hard. Die begint ook al aardig. Heb je kwalificatie ook op hard gedaan waarschijnlijk? Nee man, op soft. Ik had ze verwisseld. Ik zie wel echt de remweg van mijn bandjes beginnen het ook wel redelijk op te geven. Maar hoe groot is je rode vlak dan? Als je supersoft rijdt? Ja, valt er mee, een kwart. Voor de helft of vol zijn toch? Een kwart. Ja, tussen een kwart en de helft. Voor mij denk ik ongeveer een derde. Toch? Ligt een beetje aan mijn bandje. Nee, bij mij echt een kwart. En juiced. Welke banden rij jij dan? Wat rij jij nog binnen? Ik denk hard, maar ik weet niet zeker waar ik op rijd. Nou, je hebt onderin staan, hè? Dan heb je RH staan of RSS. RSS? Ik heb RH, ja. RH. Oké. Okay. Ga zo even naar binnen dan. Maar ik heb nu streepie. Maar het voelt inderdaad wel alsof het al aardig naar de kleuters gaat. Ik vraag me af of hard zegt een beetje een useless strategy is, want dan, of je moet heel erg aan fuel saver zijn, dat kan ook. Ik had dus een beetje over fuel. Ik heb volgens mij nog nooit op hard gereden hier. Serieus niet? Nee. Super soft en soft. Ja. Dit was gewoon de standaard optie. Als je redelijk veel fuel gebruikt namelijk, dan ben je eerder out of fuel voordat je überhaupt bij die hards een beetje aan chantage bent te denken. Precies. Oh shit. Ik vloog ook uit de bocht, man. Ik volgde jou gewoon. Moet je nooit doen. Mind games. Precies.
ja, hierna gewoon twee keer naar super zacht. En dan komt het wel goed. Die auto is zo snel van jou, Koos. Dat is ongelooflijk. Op de eerste meters. Ja. Want juist bij... Hey, geen vlak. Man. Nou, in de midden... verschrikkelijk langs. Dat ben ik wel redelijk veel, man. Ja, ik wou zeggen, maar op Camel Straight... dan kom je ook elke keer dichterbij, hoor. En dat komt echt niet door een... Ja, maar dat komt door de slipstream gewoon. Nou, je zit af en toe zit je er zo ver achter. Dat kan echt geen slipstream zijn, man. Ja, slipstream is OP, hoor. Ga maar langs. Thanks. Ik heb me verremd. Jezus, man. Het is duidelijk zin met die bal. Nou ja, nog allemaal, ja. Ik denk, we komen hier ineens dichterbij, ja. Ja, precies. Ik zie het. Home Alone eruit? Jezus, tijdens Nederland. Heel fijn. Die is het door zijn reet aan het trekken. Ja, joh, ik pak helemaal niks van. Ah, ik kan hem nooit opgeven. Dat is ronde 8, hè? Er kan nog van alles gebeuren. Kunnen we andere mensen race quitten? Race quitten? Grote problemen, je weet het nog niet. Precies. Game glitches. Ja, dit is de GT Sport uit 2017. Kijk, ik ben toch eens dichterbij, ik ook niet mee zo. Ik ga hem doen. Coach, ben jij al binnen? Nope. Oh, okay. Ik dacht wel dat ik al heel erg ver achter stond, maar valt mee dan. Nee, valt mee. Het duurt gewoon fucking een half minuut voordat hij bij die pit is. In die ja, zeg, dat had ik dus zo. Ja, ik dacht, waar komt die auto dan? Ik weet het wel, ouwe. Ik had het net tijdens de quali al toen. Ja, had ik het ook. Ik dacht dat hij gewoon... Nu nog wel de auto. ...glitch was of zo, ja. Maar nu duurt het weer zo lang, dus ik dacht, nou, het zal wel zo steinig is. Ja, het duurt gewoon heel erg lang. Maar daar heeft iedereen last van, hè? Dus dat scheelt. Daarom. Dus dat is ook geen probleem. Maar ik dacht even van, is er wel een glitch of zo? Ja, het is heel weird. Bandjes hebben het zwaar. Ja, ik ben nu aan mediums. Super soft naar soft gegaan. Ik denk ook niet dat ik harder ga dan dat ik naar soft. Nee. Ik zat te twijfelen, maar ik denk dat als je soft en dan weer super soft gaat misschien. Dat is toch waarschijnlijk wel ja, nog. Ik denk dat ik hierna nog een keer soft pak en daarna misschien ook een keer super soft. Ik denk een beetje aan hoe het gaat. Als ik lekker ga draaien. Je gaat twee keer stoppen dan? Yep. Als ik een one-soft aan. Ja, ik zit nu te twijfelen of ik niet gewoon
moet proberen hierop uit te rijden. Thanks. Nee, dat gaat je zoveel tijd kosten. Ja, je levert zoveel tijd in op een gegeven moment aan met oude bandjes. Oh, kut. Ook geen brandstof. Ben je out of fuel? Die moet je niet doordrukken. Nou, nee, ik moet nu naar binnen, maar ik rijd hard, dus ik wil nog helemaal niet naar binnen. Ja, dat is kut. Oh, beetje jammer. Jezus, hoe kan die hier toch ook weer? Even kijken. Ben ik zit naast je? Dank hem. Meuk die gozer, joh. Zo, lekker, mens. Die rent even op het kop. Dat vind ik helemaal lekker. Nee, dat mag schijnbaar ook wel niet. Mag ik helemaal niks meer? Nee, ik kom gewoon rechtdoor. Klootzooi. Oh ja, ja, ja. Welke banden heb je nu? Shot. Ja, oké, dan ik ga maar sowieso voorbij. Hey, je hebt nu natuurlijk. Oh, je hebt ook maar een straffie. Ja, ga weg dan, straf. Ja, moet je van je gas afgaan. Ja, dat deed ik. Niet lang genoeg, blijkbaar. Ja, niet je pleiten. En ik ook, hopelijk. Dat denk ik niet. Hé, hey, wat is dit, man? Wauw. Kon je me niet even nadoen? Nee. Ja, als je een volle tank hebt, hoeveel rondjes krijg je dan in de pitstraat? Hoi? Krijg je dan te zien hoeveel laps je dan kan rijden met volle tank? Ja, ja, staat erbij, hè. Als ik naar de instellingen ga. Wix onderaan staat er. Met je pijltjes kan je dat checken. Ja, dan kun je zeg maar kiezen als je wil stoppen met refuel. Dan klik je gewoon op stop refuel. Ja, maar ik bedoel, kun je met één keer bijtanken? Kun je dan uitrijden? Nee. Als jij op standje 5 rijdt. Ik zag je op super laag engine mode rijdt, dan zou het misschien wel moeten kunnen. Maar ja, dan ga je zo langzaam. Dus ik weet alleen niet of ik eruit kan. Ja, ik dacht wel one stop, maar ik denk niet dat er nog
heb jij nog een tank smash? Nope. Ah. Ah, top. Smash, jij gaat dus gewoon voor een eindstopper. Misschien, ik denk het wel. Ik had dat maar niet kunnen berekenen, dus het is allemaal on the fly. Je had toch altijd je strategieblaadjes had je toch altijd bij de hand? Ja, blaadjes. Er stond niet ingevuld hoeveel rondjes dit was. En de data van vorig jaar dan? Ja. Is het van vorig jaar of 2 jaar geleden? Twee jaar geleden. De meeste moeite mee. Gewoon mijn banden een beetje goed houden. Mijn banden goed houden. Met controle vooral merk ik dat ik dan best wel agressieve stuurbeweging maak. Ja, snap ik aan. Gewoon beuken man, scheid hebben. Kun je het schelen. What's up, Miles? Goedenavond. Is dit nou jouw eerste stop of je tweede stop? Eerste. Ah, dan heb je het netjes volgehouden. Ja, ik heb gewoon gereden dat het echt niet meer kon. Jesus.
Nee, fuck. Geef niet hoor. Nee? Nee, het is oké. Voor jou, Koos. Dankjewel. Dat default, hè? Ik maak precies weer dezelfde fout als jij, man. Ik zag het in mijn achteruitkijkspiegel, ja. Kutzo. Waar gebeurt het de hele tijd dan? Bij die, hoe heet het, die laatste bocht voor dat lange laatste. Ja, vorige keer was het een andere plekje. Ja, oké, vorige keer was het een andere plekje, ja. Hoe is het met jouw wonnen dan? Ook niet zo goed, of wel? Nee, gaat ook niet zo heel best. Welke had jij nou gedaan? Ik heb nu soft, man, maar... Ja, ik ook. Heel wat lastig. Ja, ik merk het ook zeer, inderdaad. Ik snap echt niet hoe Koos dat hij een superstop zo lang kan rijden, man. Ze noemen mij de bandenfluisteraar. De bandenfluisteraar. Oké. Okay. Ah, ik kan heel goed banden redden, zeg maar. Banden managen. Hoe oefent die Nou, ik niet. Ik ook niet, man. Vol gas. Trouwens een andere auto, of niet? Iemand heeft dezelfde, of wel? Ja,
wel, want ik heb alleen twee Aston Martins. Ja. Een nieuwe playsheet kopen, man. Ik denk dat ik die playsheet Evolution haal. Het is nog redelijk goedkoop. Het ziet er best aardig uit. 300, toch? Ja, zoiets inderdaad, ja. Nog 2,89. Ja, ik zat er ook naar te kijken. Ja, ik heb er laatst ook niet te kijken, inderdaad. Ja, mooi stoeltje, toch? Ja, dan geef ik deze aan mijn broertje. En hopelijk kan hij een keertje meedoen. Smash. Ja, hij speelt heel veel Formule 1 2020. Maar dan alleen maar met controller. Maar daar is hij best oké in. Wel jammer dat je nu naar binnen gaat, man. Just. Ik zou die slips niet mee, maar helaas. Dat is ook weer die regel voor die bandenwissel. Je moet één keer van banden wisselen ofzo. Ja, andere compound. Nee, andere type. Ja. Maar je mag wel gewoon twee keer dezelfde doen. Als je twee nee. Nee, je moet dus twee keer... Ja, zolang je maar één andere hebt gehad. Ja, ik wil zeggen. Ik ben op hard begonnen en dan twee keer soft. Ja, dat is prima. Als je maar niet gewoon de hele race dezelfde type banden hebt gehad, zeg maar. Thank you.
fuck. Die pis gaat zo even tricky insturen. Het duurt er lang voor ik die klote pitstraat ingerezen. Hup, flikker eronder die banden, hup, partij.
naar de polis. Ja, die was weer in vorm. Was stil. Ja, echt hè. Geconcentreerd hè. Nou, ik moet zeggen, die concentratie bij mij is om ver te zoeken. Maar ik ben wel echt alles aan het geven, maar... Oh. Helemaal niemand is gecrashed volgens mij, wel. Nee. Nou, ik heb voor het Home Alone een keertje zijn wat zien staan. Oké. Okay. Polis ook wel. Oké, maar die is niet op weg, toch? Niemand die er nog is. Heb ik nou gewoon een paarse sector? Het moet toch niet gekker worden? Heftig. Wat heb je allemaal versneden? Ja, het staat 8 seconden straf nu, maar... daar kan best wel rijden, ja, hoor. Heeft hij vorige keer ook best wel laten zien. Zeker. Oh, wat ik zeg, concentratie is vaak een Hedge was toen een van je betere wel. Toen was je ook echt veel sneller ja, dan dat precies. Ik was. Maar ja, de ene keer zit het mee en de andere keer zit het tegen. Echt, bocht 1, ik neem wel een keer zo kut. Ik snap er helemaal niks van. Dat Tyware gaat mij opbreken, dat zegt. Ja, mij ook. Wie zegt dit? Is dat het nieuws toevallig? Ja. Okay, ik zit achter je, man. Oh. Ja, ik weet het. Wat, welke plan heb je? Ik rijd op de softs, maar... Nee, op de softs, maar... Ik probeer precies hem uit te rijden nu. Het gaat als goed is net lukken, maar ik ga je toch achter me kunnen halen. Jemig. Ik stond volgens mij 11 seconden achter je toen ik dit uitkwam. Ja, zoiets, 10 zoiets, ja. Eentje. Maar mijn tijden zijn vanaf het eerste rondje nadat ik gepit was, was het een 2.19.5 en nu is het al 2.23. Ja, dit gaat niet goed, man. Sorry. Ik kom maar wachten. Ik heb echt een hele zwakke tweede sector op aan. Is niet te geloven, man. Zit in de bocht, hè? Ja, dat zit in de bocht van. Het is wel een leuke track, maar ik heb hem niet zo vaak gegeven. Ja, leuk. Het is de legende, man. Ik spaar misschien wat meest gereden van alle baan. Ja. Ik denk die Lajo Macho of zo. Die zat volgens mij ook in de huis, ja. Met die ene bocht die zo omhoog gaat. Ja, ik weet het, doet je.
Hij zit sowieso af in de taxi, dus. Suzuka vind ik ook altijd lachen. Suzuka inderdaad. Dat zit er ook bij dit jaar, dus. Mond al brak, zag ik. Schade? Nee, gelukkig niet. Wat gebeurde daar, joh? Ja, ik remde te laat omdat ik aan de binnenkant zat. Ja, voor mij is de auto naar huis brengen, want ik 70 seconden achter mijn was. Mijn vorm is precies veel sneller. Ja, ik begin nu ook lastig te krijgen, man. Maar... Nou, 6 seconden per ronde moet wel lukken, denk ik. Ja. Ik toch. Gewoon even gas geven. Dan gaf je 9 seconden per ronde. Bring her home! Zal je zien, vol gas en roem.
zo. Jezus, kijk op mijn fuel, jongen. 0.1 nog over. Fuck, man. Oh, man. Ik had er 2 stopper in gedachten, maar je was sneller. Ik moest met iets anders komen. Ik denk, ja, fuck it. Dan maar op lagere engine stand. 1 stop en gewoon maar doorrijden, man. Fuck. Dat was echt de enige manier waarop ik je kon verslaan. Want je was gewoon sneller, man. Oh, Jezus. Ja, lekker, lekker man.